De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Oh, niet zo hard drukken. Dat doet pijn, je maakt me helemaal nat. Zachte leermeesters maken stinkende wonden. Je moet het goed nat houden, anders gaat het zweren en dan kun je naar het ziekenhuis. Nou, dan weten ze tenminste wat ze doen. Ik kan net zo goed onder de douche gaan staan. Blijf nou zitten. Ja, alle patiënten willen meteen beter zijn. Waardeloos is dat. Hoeveel activiteit zo vroeg op de ochtend? Wat zijn jullie aan het doen? Heb je me een van je schoonheidsmaskers aangemeten? Spot er maar mee. Moet je eens kijken. Jezus, wat is er gebeurd? Tegen een bodyguard van Hogendoorn aangelopen. Klootzak, waarom heeft hij dat gedaan dan? Ja, ik was bij hem op kantoor om hem te interviewen. Hij wilde niet praten. Ik probeer uit te zoeken of het waar is wat er in deze brief wordt beweerd. Wat voor brief? Dat is een anonieme brief van de lezer. Nee, ik kan pas zeggen wat erin staat als ik bewijs heb. Wat spannend. Vertel eens, Mickey. Misschien kunnen we je helpen. Ik neem geen enkel risico. Dan kan je niet beter naar de politie gaan? Hoe dat speurwerk van jou begint aardig uit de hand te lopen. Dan lachen ze me toch uit. Nou, is beter dan dat ze je met een kogel in je lijf vinden. Bovendien, de politie zou je toch wel serieus nemen? Als Hogendoorn zo bang voor de waarheid is dat hij je af laat tuigen? Neem dan maar van mij aan dat het beter is. Dat kan je wel brengen als je wil. Nou, oké, als jij denkt dat het iets oplevert. Mam, ik heb de tafel gedekt. Goedemorgen, jonge dame. Wat een voorbeeldige dochter ben jij. Doe je dat iedere morgen? Waar was je gisteravond? Je moeder heeft zich behoorlijk ongerust gemaakt. Oh, dat was helemaal nergens voor nodig. Dat is papa's kamerjas die je aan hebt. Oh, sorry hoor. Die heeft je moeder me gegeven. Ben je gisteravond nog een beetje opgeschoten met je studie? Nou, jonge dame. Heb je altijd zo'n ochtendhumeur? Ik ontbijt in mijn huis als ik dat wil. Als je het niet bevalt, ga je toch leuk thuis bij jou ontbijten? Doe jij ook zo als je alleen met je moeder bent? Goedemorgen. Geur van vers verbrand brood. Nou ja, ik lus ook wel een sneetje, hoor. Nou, dat vraag je dan maar aan hem. Hij weet hier al alles te vinden. Zeg, Mark, wat vind je ervan om straks met me mee naar de markt te gaan? Het lijkt me nou een leuk idee om eens wat nieuwe planten aan te schaffen. En er is daar een kraam waar ze een soort veiling houden. Kan niet, moet weg. Oh, het lijkt me juist zo leuk om samen te gaan. Ja, bovendien kan ik niet al die planten alleen dragen. Moet je daar naartoe? Weet je dat dan niet? Ik heb zo direct mijn kwalificatiewedstrijd voor de kampioenschap. Ja, maar. Oh, sorry. Ik dacht dat het morgen was. Nou ja. Maar we kunnen toch ook wel een andere keer naar de markt gaan, hè? Het lijkt me ook leuk om eens die wedstrijd te zien. Doen we toch wat samen?
Nou, ik weet het niet. Ik kan me niet zo goed concentreren als er bekenden op de tribune zitten. Bekenden? Ik ben je moeder. Nou ja, familie dan. Belachelijk. Schaam je of zo? Maar ik weet heus wel dat je bang bent dat ze me uit zullen lachen. Heb je het dan wel naar gemaakt? Ik ben net je vader. Ik deed ook altijd precies wat hij wil als het moeilijk werd. Hoe bedoel je? Nou, alsof jij dat niet weet. Toen ik zwanger was voor jou, ging je er met de handen vandoor. En liet mij met de zoren zitten. Jij bent al precies hetzelfde. Laat me ook helemaal ellende alleen. Ha! Lammers, hè? Ja. Hoe gaat het? Je had iets voor me, heb ik begrepen. Ja. Deze brief. Laat me eens kijken. Nou, ik wil er graag eerst wat bij vertellen. Deze brief is binnengekomen op de krant waar ik werk. Ik ben beginnend journalist. Zo. En gisteren was ik bij Hogendoorn. Ik verzamel materiaal voor een boek. Nou, laat eerst die brief maar eens zien. Dat boek van jou heeft met deze brief te maken? Ja, ik probeer bewijzen te verzamelen dat het klopt. Ja, ja. En dat oog heeft ook iets met deze brief te maken. Dat weet ik wel zeker. Hogendoorn gaf me niet eens de kans om wat te vragen. En op weg naar huis ben ik in elkaar geslagen. In opdracht van Hogendoorn. Het ging heel snel, ik kon niet duidelijk zien wie het was, maar dit heeft hij geen achtergelaten. Ja, waarom kom je niet meteen naar ons toe met zo'n brief? Ja, ik kan toch niks bewijzen? Ja, laat dat maar aan ons over, vind je niet? Wij krijgen wel vaker dit soort brieven, meestal loos alarm trouwens. Ja, maar er is toch een verband? Ja, het zou kunnen. We zullen het natrekken. Maar laat me je één goede raad geven. Dit zijn geen zaken voor jongens als jij. Voor dit soort lui is de enige goede jonge onderzoeker een dode jonge onderzoeker. En vooral de kuur afmaken. Dat is erg belangrijk. Tot ziens. Volgende. Frits. Kom hier. Wat scheelt er dan? Niks, dank je. Daar kom ik niet voor. Houd het dan kort, want ik heb het nogal druk vandaag. Het gaat om Trix. Heb je nog iets gehoord van haar? Nee. Ik wilde haar schrijven, maar ik heb haar adres niet. Ik ook niet en bovendien geef ik geen adressen van patiënten. Maar ze is toch geen patiënt meer van jou? Ook niet van ex-patiënten. Dan vraag ik het jou niet als dokter, maar als goede vriend van haar. Ten eerste heb ik haar adres niet. En ook al had ik het wel, dan zou ik het jou niet geven. Je hebt er al genoeg narigheid bezorgd. En als je nu wilt gaan, de wachtkamer zit vol met echte patiënten. Jammer. Ik had juist goed nieuws voor haar. Ja, dat zal best wel. Ik kom er wel achter waar ze zit. Daar heb ik jou niet voor nodig. Je had me net zo goed kunnen vertellen, maar... Ik begrijp dat ik mijn tijd hier verdoe. Inderdaad. Succes. Volgende. Binnen. Goedemorgen. Ik was toevallig in de buurt. Geen probleem, Jeff. Ik ga wel zo lunchen. Ik hoorde van je aanvaring met Suzanne. Ze schijnt behoorlijk overstuur geweest te zijn. En terecht. Ze zou voor me gaan werken aan een belangrijke opdracht in het buitenland. Het moment dat ik nodig heb, is ze ineens vertrokken. Pas gisteren zag ik haar weer, dus je begrijpt. Toch is er iets wat je zou moeten weten. Dan begrijp je waarom ze er ineens niet meer was. Dan mag er wel een goede reden zijn. Suzanne heeft een ongeluk gehad. Ze is aangereden door een brommer. Ze is verlamd. Waarschijnlijk zal ze nooit meer kunnen lopen. Is er echt niks meer aan te doen? Ze heeft verschillende specialisten geraadpleegd en die zeggen allemaal hetzelfde. Fysiek mankeert ze niets. Maar volgens Simon beeldt ze zich in dat ze verlamd is. Gisteren in de rozenboom zat ze nog in een stoel. Ja, ze lijdt er erg onder. Het is al heel wat dat ze naar een restaurant gegaan is. Als je dat geweten had. Ik ben blij dat je me verteld hebt.
Hé, hey, Dian. Mevrouw Lamour. Hallo. Ik was net nog bij u thuis geweest. Om te kijken of Mark er was. Oh. Leuk dat jullie elkaar weer zien. Ja, we hebben veel ruzie gehad, maar we zijn toch vrienden gebleven. Mark is na zijn zwemwedstrijd. Ja, daarom kwam ik ook. Hij heeft een hele belangrijke wedstrijd. Hij heeft gevraagd of ik kon kijken. Misschien kunnen we samen naar de wedstrijd gaan. Nee, ik ga niet naar die wedstrijd. Nee. Maar het is toch een hele belangrijke wedstrijd voor Mark. Nee, lijkt me niet zo'n goed idee dat ik daar naartoe ga. Ik weet niet of hij dat nou wel zo leuk vindt. Nou, wat een onzin. Natuurlijk wel. Als hij nou samen met mij gaat. Als verrassing. Maar ik wil niet dat zijn moeder naar hem komt kijken. Hey, Anne. Leuk dat je even langskomt. Ja, ik dacht, ach, die Jeff zit maar thuis en die zal zich... Oh, maar zo te zien verveel je helemaal niet. Nee, deze huisvader heeft normaal niet zoveel tijd voor dit soort dingen. Nou, ik kom ook vooral langs om even een goede raad van die huisvader te krijgen. Dan zal deze huisvader zijn pantoffels even aantrekken. Nou, nee, serieus. Sinds Steve en ik met elkaar omgaan is Roos volkomen onhandelbaar geworden. Oh? Ja, vannacht is Steve bijvoorbeeld blijven slapen. En vanmorgen maakte ze toch een heibel aan het ontbijt. Echt onredelijk. Wat denk jij daar nou van als vader? Is Jan ooit wel eens zo geweest als jij een logé had? Een logé? Ik heb geen logés. Nou, er zijn wel eens woorden geweest toen Jan een logé had. Maar dat was heel snel weer over. Zou het jaloezie zijn of zo? Is bij jou nooit voorgekomen? Nee, is nooit voorgekomen. Ja, ik wou je eigenlijk nog iets vertellen. Iets wat heel belangrijk voor me is. Jullie kennen elkaar? Nee, aangenaam. Pieter Tellingen. Nou, ik vertel het je een andere keer wel. Ja, ik bel je nog. Oké, goed. Hey, kom op man. Trek ik je niet zo aan? Dat doe ik wel. Ik voel me schuldig. Begrijp je dat er niet? Je kunt het jezelf niet kwalijk nemen dat je eigen gang gaat. Als jij je continu om haar zou gaan bekommeren, zou dat toch ook niet van je eigen leven terechtkomen? Ja, dat is wel een beetje hard gesteld, hè. Ik ben de enige die haar eruit kan trekken. Dat denk je maar. Ze moet het zelf doen. Ik heb het zelf aan nabij meegemaakt. Zonder eigen wil en doorzettingsvermogen lukt het niet. Jij hebt deze wedstrijd toch ook nooit kunnen zwemmen zonder zelfdiscipline? Dat is toch heel anders? Helemaal niet. Jij hebt er ook dingen voor moeten laten. Je kunt trots op jezelf zijn. Je gaat straks een fantastische wedstrijd zwemmen. Dat kun je aan het publiek laten zien. Maar niet aan mijn moeder. Ja, ik was vanmorgen bij hem en we kwamen erop wat er in de rozenboom gebeurd is. Oh, dat ben ik al lang weer vergeten. Nee, luister even, het is een misverstand. Toen ik hem vertelde over dat ongeluk, toen werd hem ineens alles duidelijk. Nou, vertel het er zelf maar. Ik weet dat er tussen ons in het verleden het een en ander is voorgevallen. Dat kan ik niet herstellen. Maar ik wil je over gisteren mijn spijt, mijn verontschuldiging aanbieden. Ja, zoals ik al zei, dat was ik al vergeten. Suzanne... Hij probeert het goed te maken. Dat merk je toch? Ik wou je zeggen, ik ken een hele goede kliniek in Amerika... die je eventueel zou kunnen helpen. En als je wil, kan ik contact met ze opnemen. Ja, ik heb al zoveel doktoren gezien. Ik zou er gewoon aan moeten wennen dat mijn hele leven in die rolstoel zit... en daar kan geen beste dokter iets aan doen. Maar waarom geef je de hoop op? Waarom zou je het niet proberen?
Kunnen jullie me alsjeblieft met rust laten? Jan, heb jij misschien Mark gezien? Nee, maar die moet toch hier zijn? Hij moet straks zwemmen, daarom ben ik hier. Ja, hij was hier ook. We hebben een tijdje zitten praten en ik ben toen weggegaan. Toen ik terugkwam was hij verdwenen. Wat vreemd. Heb je hier overal gezocht? Maar hij weet toch dat zo de wedstrijd is? En daarom ben ik ook zo bezorgd. Als ik hem niet snel vind, dan hebben we problemen. Was er iets met hem, toen je met hem gesproken hebt? Hij was nogal depressief. Bij dingen over zijn moeder. Maar ik heb hem geprobeerd een beetje op te peppen. Simon Dekker. Pieter Terlinge. U was hier nog niet eerder, toch? Ik kom eigenlijk niet voor een behandeling. Ik wil het met u hebben over de patiënt van u, Suzanne Balk. Dan moet ik u teleurstellen. Het is niet mijn gewoonte om met anderen over mijn patiënten te praten. Daar kan ik inkomen. Ze is een vriendin van me en ik wil u een suggestie doen. Ze vertelde dat ze een ongeluk heeft gehad en altijd verlamd zal blijven. Klopt, ja. Het is haar eigen diagnose. De specialisten denken er anders over. Ja, dat begreep ik. Maar heeft u werkelijk alle mogelijkheden overwogen? Ja, natuurlijk heb ik dat. En waarom zou u daar aan twijfelen? En waarom zou ik daar aan u verantwoording over moeten afleggen? Dat heeft u niets mee te maken. Toch wel. Ik heb een hele goede specialist op het oog. Een Amerikaan. De beste in zijn vak. En ik zou u willen vragen dat u Suzanne aanraadt dat ze naar hem toe gaat. Een Amerikaan? Mm-hmm. En waarom zou een Amerikaan wel in staat zijn te doen waar een heel specialistenteam hier niet toe in staat is? Het is een buitengewoon goede kliniek in Ohio. Maar u wilt daar gewoon niet helpen, begrijp ik. Ik laat me door u niet vertellen hoe ik mijn werk moet doen. Daar zit ik hier niet voor. Die wachtkamer die zit vol met patiënten die wel vertrouwen in mij hebben. Dus als u nu wilt gaan, dan kan ik verder gaan met mijn werk. Ja, daar hebben we onze jonge advocaat. Nou, zover is nog lang niet, maar ik heb wel een grondige analyse van uw case, mevrouw Overkamp. En meester Alberts, is het gelukt? Ja, het was eigenlijk zo gebeurd. Het was alleen een kwestie van wat clausules opzoeken over erfrecht, meer niet. Ik had niet anders verwacht. Oh, ja, ik kwam Mickey nog tegen in de cactus. Een joekel van een blauw oog. Iemand van de Hogendoorn had hem dat bezorgd. Ja, hij wilde Hogendoorn interviewen, maar die zag het niet zo zitten, geloof ik. Ja, Hogendoorn houdt nou helemaal niet van pottenkijkers. Wat wilde Mickey precies weten? Mickey wilde iets onderzoeken over een anonieme brief die bij de krant was binnengekomen. Wat voor een brief? Volgens een lezer zou Hogendoorn zijn eigen zoon vermoord hebben. Maar Mickey is er al mee bij de politie geweest. Had hij volgens mij beter meteen kunnen doen, maar goed. Wat zeiden ze bij de politie? Namen ze hem serieus? Ja, volgens mij wel. Ze zouden een onderzoek instellen. Waarschijnlijk zullen ze proberen de afzender te achterhalen aan de hand van de vingerafdrukken of de letters. Fijn dat je toch nog tijd had. Ja, ik vond het jammer dat er iets tussen kwam vanochtend. Waar waren we gebleven? Nou, je vertelde net over die Jan. Ik vroeg je of zij wel eens jaloers was op aandacht die hij aan anderen geeft. Dagelijks, maar die Jan is een kind wat erg veel aandacht nodig heeft. Ja, dat heeft Roos ook wel. Maar toch vraag ik me soms af of ik iets fout doe. Dat ik Steve te veel aandacht geef en haar verwaarloos. Of omdat ze nog niet over de dood van haar vader heen is. En bang is dat Steve de plaats van die onvervangbare vader probeert in te nemen. Ja, nou ja, daar zal ze dan toch aan moeten wennen. Is namelijk iets waar ik binnenkort een beslissing over moet nemen. En dat wilde ik je vandaag ook vertellen. Steve komt bij jullie wonen. Dat niet alleen. Hij heeft me gevraagd of ik met hem wil trouwen. Ik weet natuurlijk niet hoe Roos erop zal reageren. Nee, ja, dat weet ik ook niet. Maar is dat gezien de omstandigheden niet wat vroeg? Zou het niet beter zijn even te wachten totdat jullie met z'n drieën echt goed met elkaar overweg kunnen? Nou, misschien is het juist wel goed voor haar als het definitief is. Het kan zich bij neerleggen. Nou, dat vind ik een wonderlijke redenering. Voor je het weet heb je een gigantisch uit de hand gelopen conflict. En
Ik kan je wel vertellen dat het niet leuk is als je dochter bij je wegloopt. Ja, maar dat wil ik toch ook helemaal niet aandoen. Hoe moet ik dan? Ik wil ook graag bij Steve zijn. Ik hou van hem. Hallo, is er iemand thuis? Dag, jonge dame. Heb je een vermoeiende dag gehad? Je gaat maar eens even lekker zitten. Dan zal ik jou eens wat laten proeven. Ik had je moeder hier al veel eerder verwacht. Maar ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om een goddelijk recept voor jullie te maken. Hou je van vis? Maar gaat wel, niet gestoofd. Als je nou even hier komt, dan mag je het voorgerecht proeven. Nou, ik heb niet zo honger. Dat is nou al de tweede keer vandaag, hè? Omdat die muziek veel te hard staat. En zo erg hou ik niet van Wagner. Nou, pech gehad. Ik vind het erg mooi. En mama, die laat me deze muziek zo hard draaien als ik wil. Dan doe je dat maar als jij alleen met mama bent. Ik hou er niet van. Punt uit. Je moet er maar eens rekening mee houden dat er soms ook andere mensen in huis zijn. Dit was wel de lievelingsmuziek van mijn vader, ja. En ik vind het erg mooi. Ga mij niet vertellen hoe ik me moet gedragen in mijn eigen huis. Aha. Daar zit hem de clou. Wanneer hou jij nou eens op met die emotionele chantage over je vader? Ik ben jouw vader niet en ik hou van andere muziek dan jouw vader. En het gaat erom dat je rekening houdt met anderen, ongeacht wie. Ja? Waarom draag je dan wel zijn kleren, sta je mij bevelen te geven? Toen ik hier met mama alleen woonde, hadden we nooit dit soort problemen. Nooit. Ik heb niet de indruk dat ik degene ben die hier de problemen veroorzaakt. Als jij je vader mist, dan is dat nog geen excuus om dat op mij af te reageren. Ach, stik ook maar, man.